Wat zie je als grootste uitdaging? Familiebedrijven gingen denk ik robuust de crisis in met een stevige balans en niet te actief gefinancierd. NOW heeft ze geholpen en vertrouwen gegeven. Ik denk dat de uitdaging is wel dat de NOW heel snel is vormgegeven, scherpe randjes heeft, bepaalde voorwaarden die net niet passen. En dat iedereen uiteindelijk wel krijgt waar die in de geest van de regeling recht op heeft, dat zie ik wel als de grootste uitdaging. De NOW-regeling heeft ook heel veel kosten met zich meegebracht. De controle liggen er niet om. Hoe zie je dat? Nou ja, dat het zo is. Kijk, alleen al KPMG, wij hebben 300 NOW1-verklaringen afgegeven. We zijn nu bezig met NOW2, NOW3. Er komen misschien nog andere regelingen, TVL komt eraan. Maar uiteindelijk gaat het erom dat degenen die subsidie hebben gekregen ook daadwerkelijk recht op hebben. Ja. Wat zie jij nu als grootste uitdaging voor de hele afhandeling van de NOW? Als bedrijven eigenlijk naar de geest van de regeling recht zouden hebben op het geld en het ook nodig hebben, maar het niet krijgen omdat het net eventjes niet zo is opgeschreven dat ze er recht op hebben, dat de overheid dan ook mee moet bewegen. En het zou dus van beide kanten een beetje met gezond verstand toegepast moeten worden. En als jij er nou overheen kijkt met alle familiebedrijven die jullie zien, wat zie je dan eigenlijk op de middellange termijn? Gelukkig draait de economie goed. Hè? Dus ja. Er is economisch herstel, er is weinig werkloosheid. Dus dat lijkt allemaal goed te gaan. Er zijn natuurlijk wel nieuwe uitdagingen die er nu zijn. Hè? Stijgende energieprijzen, gebrek aan grondstoffen, et cetera. Ik denk dat het een uitdaging wordt om flexibel te zijn en heel goed te kunnen schakelen op korte termijn ontwikkelingen. Maar tegelijkertijd de lange termijn niet uit het oog te verliezen. En ik denk als je kijkt naar familiebedrijven, die hebben altijd de lange termijn al heel erg hoog in het vaandel staan. Dus wat dat betreft sluit dat heel erg goed aan.